Van de 17 miljoen mensen verlaten allen ooit de aarde. We zullen allen voor God staan. Hij brengt ons op onze daden. Er is maar één weg naar de hemel. En zeker niet door goede daden. Bekeer en geloof in Heere Jezus. De enige weg tot de Vader. De grote vraag die blijft altijd. Waar kom ik na mijn dood? Hemel en hel is realiteit. De enige weg naar boven is Jezus Christus aan het kruis. Voor allen die hem geloven. Van de 17 miljoen mensen verlaten allen ooit de aarde. We zullen allen voor God staan. Hij brengt ons op onze daden. Er is maar één weg naar de hemel. En zeker niet de goede daden. Bekeer en geloof in Heere Jezus. De enige weg tot de Vader. Jezus komt voedig nog een. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het laat is. Matteüs 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredigd worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Ja, lieve mensen, wij staan bij de Blaak nu op dit moment. Ze hebben wel wat zo meteen een... En vanavond is er een evenement hier met de Good News Truck. En we gaan de Heer loven en prijzen tot 9 uur. Het is koopavond. En we gaan de Heer loven en prijzen. En nu gaan we. En ondertussen worden mensen aangesproken en verteld van het goede nieuws. Hij gaat zichzelf voorstellen. Ik ken hem al. Jaren kennen we elkaar, hè? Zeker. Nou, wie ik ben is eigenlijk niet belangrijk, want het gaat alleen nog maar om Jezus. Maar goed, wij zijn gewoon zijn kinderen, zijn zonen. En dit is Joel. Ik ben Vincent. En we zijn volgelingen van Jezus. En we staan hier. Om het goede nieuws te brengen. Amen. Ik vind het fantastisch wat hier gebeurt. Ja, kijk, het is ook een beetje ontstaan door de massacampagnes in het buitenland. Want in Afrika, India, Zuid-Amerika, daar zie je de kracht van God gewoon in volle kracht werken. En dan kom je terug in Nederland en dan denk je van ja, wat is dat? En ik dacht ook van we moeten iets doen. Het moet anders en we moeten echt gewoon het koninkrijk van God gewoon zo hard zien werken. En ik vroeg aan de Heer van, Heer, wat moeten we doen? En toen kreeg ik een heel vreemd antwoord. Hij zegt, je moet je bekeren. Toen zei ik van, Heer, waar moet ik me van bekeren? Hij zegt, je moet je bekeren in je denken. Hij zegt, want mijn koninkrijk is overal hetzelfde. En het ligt aan jouw denkwijze. Want als je het hier niet vrij kan zetten, het koninkrijk van God, en in het buitenland wel, is er iets mis met jou en niet met mijn koninkrijk. En daar ben ik over na gaan denken. En ja, we zijn met een aantal mannen ook bij elkaar gekomen die ook campagnes in het buitenland doen. En ja, daar is dit uitgekomen, onder andere. Dus als het ware, wat ik begreep, je gaf een campagne in het buitenland. En in Nederland, waar je hebt gewoond, gaf je geen campagne. Nee, ja, weet je, kijk hier, de atmosfeer hier leek anders. Maar goed, God bouwt niet op atmosferen, God bouwt op geloof. En ik denk dat er een geloofswitch is. Net als Romeinen 12 vers 1, het vernieuwen van je denken is een beetje Nederlands raar vertaald. Want er staat een bekering in je denken, een omslag in je denken. En dat moest er bij mij gebeuren om hetzelfde wat in het buitenland aan kracht van God zie, om dat hier ook te zien. En dat zien we steeds meer met die openluchtsamenkomsten. En ik geloof dat dat echt gewoon hetgene is wat we met z'n allen moeten doen.
van de zonen en de dochters, die moeten Jezus presenteren en het koninkrijk. En nu zeker, als nooit van tevoren, maar niet met mooie woorden, maar met kracht van de Heilige Geest. Wat vind jij ervan, Jan? Ja. Ik vind het heel mooi. Ja, mijn verlangen van de Heer is echt om kostbare zielen te zien in relatie komen met de Hemelse Vader. Dus ik vind het heel mooi om hierbij te zijn met Vincent en met de groep discipelen hier. Ja. Wat heeft jou aangesproken om dit werk te doen? Christelijk opgevoed, maar ik ben iets meer dan twee jaar geleden echt tot bekering gekomen. Ik ben in relatie gekomen met mijn Hemelse Vader. Zielen zijn kostbaar en ik heb het hart van God gekregen. Ik voel de bewogenheid voor de zielen. Daarom sta ik hier, omdat ik zielen wil zien in relatie komen met hun Hemelse Vader. Ja. Heb je nog een bemoediging woord van de mensen? Voor welke mensen? De ongelovigen? Hey, Jezus komt eraan en zorg dat je bij zijn club hoort. En voor degenen die gelovig zijn, het is de tijd om op te staan en het licht van Christus door je heen te laten schijnen. En dan zie je de glorie van God, die zien de mensen over jou heen, maar die zie je ook mensen gaan aanraken. En dat is iets van deze tijd. De tijd is kort, Jezus komt eraan, hij is onderweg. En we moeten zoveel mogelijk mensen nog het goede nieuws vertellen, zodat ze tot redding komen. Jezus komt spoedig terug. Amen. Ja. Wat verwacht je vanavond? Wat ik verwacht? Het is al begonnen. Ja, want als je overal kijkt, zie je mensen met broeders, zusters, zie je met mensen bidden. Ze staan met mensen te praten, er wordt met mensen gebeden. Mensen die ontvangen genezing, bevrijding. En dat gaat gewoon maar door. Maar ik verwacht dat vanavond ook gewoon echt weer de tastbare aanwezigheid van God zich over dit hele plein zal verspreiden. En dat mensen gewoon geraakt worden. Of ze nou daar zitten, of dat ze nou daar voor de markthal staan. Het maakt niet helemaal niet meer uit. Ze worden geraakt door de aanwezigheid van God. God zegen. God zegen. Bevrijd wordt in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En ieder die roept zijn naam zal gered worden. En ieder die roept zijn naam zal gered worden. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. 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 Dankjewel, Heilige Geest. U bent welkom in ons midden. U bent welkom in de stad. U bent welkom in onze straten. U bent welkom in ons land. Dankjewel, Jezus. Ik heb hier iemand hier voor me staan. Ze gaat zichzelf voorstellen. Mirjam Rivos. Mevrouw Mirjam Rivos. Mirjam, en je staat hier om te evangeliseren. Waarom doe je dat? Omdat God heeft me eens in mijn kamer in Suriname een filmpje van mijn eigen leven laten zien. En iedereen dacht dat ik een goed mens was. Want ik werkte als vrijwilligster bij ondervoede baby's en kinderen in India, in Suriname. Dus iedereen zei dat ik een heel goed mens was. Maar ik heb toen, het is een lang verhaal, ik ga het kort maken. Ik heb toen een ontmoeting met Jezus gehad in mijn kamer. Jezus liet mij mijn zonden zien. Dat ik toch op mijn eigen manier, mijn eigen wijze geleefd had. Ik heb dingen gedaan wat echt niet door de beugel kan. En God geeft wijsheid aan wie je dat kan zeggen. Ik bezuin het niet rond. Maar ik zag wel dat ik vergeving nodig had. En ik ben op mijn knieën gegaan. Ik heb vergeving gevraagd. Ik heb gehuild voor de dingen die ik gedaan heb. En ik zag een filmpje van zelfs kleine dingen. En toen zag ik werkelijk dat ik vergeving nodig had. Dat ik Jezus nodig had. Toen werd ik gevuld met zoveel liefde. Goddelijke liefde die geen mens je kan geven. En als je die ontvangt, die vrede en die liefde, dan stroom je over. En dan wil je gewoon ook andere mensen, je gunt het andere mensen, dat zij ook die liefde en die vrede gaan ervaren. Die je nergens kan vinden. In drugs niet, in geld niet, in welvaart niet, in noem maar op. Alles is leuk en alles is fijn en opwindend, maar het is eventjes. Maar wat God geeft is rust en vrede. En het wil niet zeggen dat je in deze wereld niet meer problemen. Je gaat altijd
problemen krijgen, houden in deze wereld. Want deze wereld is moeilijk om in te leven. Maar je gaat er niet meer alleen doorheen. Je hebt nu Gods geest ontvangen. Die heeft zich verbonden met jouw geest. En die geeft je kracht om door alle moeilijkheden waar je nog heen doorheen gaat in deze wereld, om je daar doorheen te helpen. En het mooie ervan is dat je dat je elke keer er sterker van wordt. In plaats van zwakker en moe en alles. Nee, je ziet steeds meer dat God je helpt. En dat Hij een kracht is en een vreugde in je leven. En dat wens je iedereen. Dat wens je echt iedereen. En daarom sta ik hier. En daarom ga ik dinsdag, elke dinsdag, drink de liefde van God. Drink me om de straat op te gaan naar mensen. Wauw. En ik gun het iedereen, mensen. Echt waar. Probeer het. Ja, probeer. Buigen, buigen voor God. Buig. Want eens zal je moeten buigen. Maar als Hij je dwingt om te buigen, dan is het te laat. Hij wil dat je het uit vrije wil nu doet. En als je het nu niet doet, eens zal je moeten buigen. Maar dan is het geen vrije keuze. En dan gaat hij zeggen, ja, ga maar naar links. Ga maar weg van mij, want ik ken jou niet. En degene die hier die keuze gemaakt hebben, die kent hij. Die ken je, want je praat met hem. En dan kom je bij hem. En dan wacht je tot hij de nieuwe aarde gaat maken. En dan komt er een nieuwe aarde. Halleluja! Wow! Laat de zang zingen, vul deze stad! Vul de stad met uw glorie. Vul de stad met uw glorie. Vul de stad met uw aanwezigheid. Heel wat alles is glorie. Dat is alles is glorie. Openbaar aan ons uw met uw glorie, vul de stad met uw glorie, vul de stad met uw aanwezigheid. Amen, amen. Ja, want alles is glorie, alles is glorie. Lieve mensen, we staan hier met Marlon. Okay. Ja, nou, ja. Ik sta hier met Marlon. Marlon, geef voor een getuigenis even. Waarom doe je dit werk? Omdat Jezus heeft gevraagd en ik wil mensen voor hem reiken. Laat het dat ik zo zeggen. Jezus redt. Ja, Jezus redt. Heb je gelijk. Marlon, eventjes. Wat heb je op ogen om dit werk te doen? Waarom doe je dit werk? Waarom doe ik deze werk? Evangelisatiewerk. Ja, omdat ik denk dat wij allemaal die is door Jezus gered en wij hebben eeuwig leven, worden wij door de Heilige Geest van God zelf gemotiveerd om getuigenis te geven. En een goede manier om dit te doen door de Geest van God is dat de Geest van God overtuig je dat je moet dit doen, omdat is iets goed. En het is niet alleen goed, maar dat God dat wil van jou. En je wil mensen ook die blijdschap dat God jou heeft gegeven in jouw hart ook laten voelen en weten dat God bestaat. Halleluja. Marlon, mooi, heel mooi Marlon. Heb je een getuigenis wat God voor je in je leven heeft gedaan? Een getuigenis? God heeft zoveel voor mij gedaan. Ja, zoveel. Eentje mag ik, eentje maar. Ja, als ik eigenlijk mijn getuigen moet geven, moet ik dat geven in vier delen. Die wordt een klein stukje maar, dat die mensen kunnen beweten dat God bestaat. Ja, in vier delen, laat ik dat zo zeggen. God bestaat. Ik heb ongeveer 37 jaar dat ik heb die besluit van Jezus genomen. Om God als verlosser en redder te nemen in mijn leven. Maar het ging me niet helemaal goed door slechte besluiten.
En ben ik van die weg, laten we zeggen, afgedwaald. En dan dat ik afgedwaald was. En Jezus heeft me nog een keer geroepen. En nu ben ik nog een keer Jezus aan het dienen in deze wereld. Dus ik heb een hele volle ervaring met die goed van God en ook met die slechte van God. Pa, 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 discipline. Geef eventjes wat van de slagen van God. Ja, ja, het is veel, veel keren, maar toch met die straffen van God die ik heb gekregen, heb ik ook die genade van God gezien. Omdat het was dat ik herinner, ongeveer 3-4 keer was ik in gevaar van dood. En ja, en God heeft me gered. 2 keer van de punt van de mes, 1 keer van pistool. Ja, ja, ja. En ook in auto-accident. Accident, ja, ja. Je bent echt een wonderkind, hoor. Ja, ja. En toen dat ik van die pistool ben gered, net zoals die kogels onder mijn neus is gegaan. Nou ja, heeft mijn auto toen wel die tijd geraakt. Moet ik daar even blijven? Nee, ik zit hier op het scherm. Ja, ja. Is het wel de moeite waard om God te dienen, hè? Ja, ja. Is het wel de moeite waard? Want als God je uit de dood heeft gehaald, dat wil zeggen God heeft bedoelen met jouw leven. Ja, dat klopt. Ik herinner heel goed dat ik ben van Curaçao. Ik ben daar geboren en daar tot bekering gekomen. En daar heb ik ook van Jezus afgedwaald. En ik kwam in Nederland. Dat was ik net zoals die verloren zoon. En dan was ik ook ja, hier zo. Maar ik heb begrepen dat God heeft me hier niet gebracht om met diezelfde leven te gaan. En toen dat ik in een cafeetje ben, ik zit te drinken. En ik zie die nodigheid van die mensen. Toen ze met mij praten, geef ik ze Jezus Christus. Ja, daar. En sommigen beginnen te huilen, ze huilen. Ja, en die bartender vraagt me, waarom huilen ze? En dan moet ik zeggen, en hij zegt me altijd, nee, laat ze rustig. Praat ze niet over Jezus. Ze mogen niet huilen over Jezus. Ja, ja, en dan met dat kom ik erachter dat God roept mij. God ben me aan het roepen, omdat In die feesten komen sommige vriendinnen die je kent. En ze zeggen, hey, deze man is pastoor. Je kan hem je problemen tellen. Amen, amen, amen. Ja, je krijgt opletten door mensen. Wat eigenlijk is mooi. God stuurt je naar café. En mensen zitten met problemen. En jij bent, de Heer Jezus is de oplossing door jou heen. Ja, ja, en bid ik met die mensen in café, brengen ze tot de voet van Jezus, daar een cafeetje. Ja, was zo erg, maar het probleem begint toen ik die eigenaar, die mevrouw, probeer te overtuigen over Jezus. En zij zegt me, maar wat doe jij hier? Wat doe je hier? Je moet hier niet zijn. En dan begint God met mijn leven echt te spreken en met sommige passen nog, ben ik tot, halleluja, tot Jezus teruggekomen. En nou dien ik hier, ja, voor al mijn leven wil ik dat doen. Het is mooi, Marlon. En een gezegende. Wil je de mensen bemoedigen met het woord? Ja, het is altijd het woord van Jezus Christus. Jezus Christus. En ja, in de Bijbel laten we zeggen, dat Paulus heeft gezegd, schaam je niet. Ik schaam me niet voor de goede nieuws van de evangelie van Jezus. Omdat het is de power, de kracht van God om mensen te redden. Wij moeten zoals Paulus zijn. Zeggen, ik schaam me niet. En ook dat Paulus zelf heeft tegen Timotheus gezegd. Dat die vuur van die gaaf van die Heilige Geest. Laat het nog een keer in jou branden. Laat het branden en word niet beschaamd voor mij. Geef evangelie. En Paulus heeft ook gezegd, ai van mij, als ik de evangelie niet verkondig.
Dus wij moeten zo geest hebben in deze tijd om die evangelie te verkondigen. En mensen zeggen, Paulus en Timothy, blijf op tijd en voor de tijd, geef de evangelie. En dat doe je, hè? Ja, en dat moeten wij doen. Amen, amen. Mag ik je naam weten? Ik ben Monique. Monique staat hier. Waarvoor ben je hier komen staan? Ik kom hier de mensen over God vertellen, over Jezus vertellen. Heb je getuigenis voor jezelf? Voor mijzelf, ja zeker. Die heeft heel veel gedaan in mijn leven. Ik ben moeder van 5 kinderen. Ik was getrouwd toen ik 19 was. Ik ben nog steeds getrouwd, al bijna 30 jaar met mijn geliefde man. Maar ik heb best wel veel meegemaakt en... Ik had altijd het idee dat ik hier niet mocht zijn. Dus dat ik niet goed genoeg was, dat ik geen aardige moeder was, geen goede moeder, geen goede vrouw. Dat ik niet mooi genoeg was, dat ik zeg namelijk altijd alles. Ik help mensen, maar ik zeg altijd alles. En mensen die zeggen dan ook weer van alles terug. En dat deed me altijd zeer. Dus ik voelde me best wel eenzaam. En ik heb ook vaak het idee gehad dat ik hier niet meer mocht wezen. Ik heb zelfs postnatale depressie gehad, prenatale depressie gehad. Ik heb ook een keer bij de trein gestaan, dat ik dacht, ja, ik moet hiermee stoppen. Maar ik dacht, ga het niet doen, want de Satan lacht zich slap als ik dit doe, dus dat doe ik niet. Dus dat heb ik niet gedaan, dus God was altijd bij mij. En wat ik geleerd heb, is dat je... Kijk, je kunt je heel... Ik woonde in een gezin met zeven mensen, maar ik voelde mij totaal alleen. En dat is een beetje raar, hè, want als je alleen bent en je voelt je alleen, dan ben je ook alleen. Maar als je met z'n zevenen bent en je voelt je alleen, dat is een beetje vreemd. En wat ik daarin geleerd heb, is dat... Ik op dat moment heb geleerd om op God te vertrouwen. Dus in de Bijbel staat ook dat je eigenlijk alles moet afleggen. En dat je God als ware de enige bron moet hebben, zeg maar. En dat heb ik op dat moment ook geleerd. Dus ik heb geleerd dat als ik moet bevallen, dan kan iemand naast mij zitten en die zegt, kom op Monique, je moet bevallen. Maar ik moet het kindje eruit persen. En als ik naar de tandarts ga en ik vind het spannend, dan kan iemand zeggen, nou, ik ga met je mee, maar ik moet mijn mond open doen. En als je niet wil eten, dan kan ik iemand voeren, maar diegene moet het doorslikken. En zo is het dat we allemaal ons leven, ons eigen leven leiden, samen met onze man en onze kinderen, maar we staan allemaal voor God. En dat lijntje met God, dat is heel belangrijk. En daar ben je altijd verantwoordelijk voor. En ik heb geleerd, waar ik ook ben, wat ik ook doe, ik heb mijn verantwoording aan God af te leggen. God houdt van mij, God ziet mijn hart. En bij Hem ben ik altijd veilig, wat er ook gebeurt. En dat heb ik mogen leren. Dus God heeft mijn leven gered. Wat heeft je aangesproken om te evangeliseren? Nou, omdat in die tijden dat ik in mijn leven zeg maar mijn eigen eenzaam voelde of niet goed voelde of wist ik eigenlijk helemaal niet waar ik heen moest. En dat is een beetje raar, hè? Je kunt soms denken, ach, dan ga ik naar een vriendin, ga ik met een vriendin praten. Maar ik dacht dan, ja, dan ga ik nu tegen een vriendin praten en dan denkt mijn vriendin morgen dat mijn man heel onaardig is. Maar dan is misschien de ruzie alweer over, want je houdt wel van je man. Dus die problemen die gaan dan een soort verder. Dus ik had ook eigenlijk, ik schroomde om met mensen erover te praten, omdat mensen heel vaak oordelen of dingen invullen. En God doet dat niet. En wat ik nu wil vertellen aan de mensen is dat je bent gewoon niet alleen. God is altijd bij je. Er is iemand die altijd en overal voor je zorgt. En niet alleen
2020 jaar geleden, maar ook gewoon vandaag. Want God zegt, besteed je tijd met mij en ik zal in alles voor je zorgen. En dat zie ik. Dat zie ik bij mijn werk, dat zie ik bij mijn kinderen. Dus dat zie ik overal in. Dus God is een levendige God van vandaag. En hij doet wonderen en tekenen, hij geneest mensen, hij drijft demonen uit en hij is er gewoon. Dus ja, daar kun je mond gewoon niet over dicht houden, hè? Want dat zit erin. Een bemoedigend woord. Een bemoedigend woord. Ik wil tegen iedereen zeggen, God houdt van jou. Hij heeft je lief, hij heeft je op je oog, hij zal je nooit verlaten. Zoek hem, roep hem aan. En als je hem niet kent, weet je wat je dan kunt doen? Ga naar buiten of op een stil plekje. Je kijkt in de lucht en je zegt, die vreemde mevrouw daar... op YouTube of waar ik het er ook gezien heb. God, zij zegt dat u bestaat. Als u bestaat, wilt u mij dat laten zien. En dat doet hij zeker. Ik zegen jullie en God zal jullie leven totaal veranderen. Amen. Weet u, meneer en mevrouw, broeders en zusters, ik ben zo blij dat ik vanavond hier mag staan en mag spreken over Jezus Christus. Brothers and sisters, I'm so happy to be here and to talk about Jesus Christ. En ik spreek niet over hem omdat ik allerlei verhalen over hem heb gelezen. And I don't speak about him just because I read stories about him. Of dat mensen mij allerlei verhalen verteld hebben. Or because people told me stories. Dat is ook belangrijk om dat ook te horen en te lezen. But it's important to also hear and read this. Maar pas toen ik de Heer Jezus in mijn leven toeliet. But only when I met the Lord in my life. Ik zeg, Heer Jezus, kom in mijn hart. I said, Lord Jesus, come in my heart. Heer Jezus, kom in mijn leven. Lord Jesus, come in my life. Want in uw woord staat. Because your word says. En de getuigenissen zeggen dat. And the testimonies tell that too. Dat u iedereen een nieuw leven wilt geven. That you want to give everybody a new life. En dat nieuwe leven houdt in. And that new life means. Vrede in je hart. Peace in your heart. Rust in je leven. Peace in your life. Kracht voor je bestaan hier op aarde. A powerful existence on earth. Zekerheid voor de toekomst. To have insurance for the future. En een geweldige toekomst in de eeuwigheid. And an eternal future ahead. En dat is de keuze. And that is the choice. Die ik gemaakt heb. That I made. En ik bid in de naam van Jezus. And I pray in Jesus' name. Dat u vandaag ook die keuze gaat maken. That you too will make that choice today. Want wat in de Bijbel staat. Because the Bible says. Is de waarheid. It is the truth. Waarom? Why? Omdat ik zelf ook ben gaan zoeken. I went and searched for the truth. Ik ben niet gaan bekritiseren. I didn't criticize it. Ik ben niet gaan discussiëren. I didn't discuss about it. Maar zoals ieder weldenkend mens. But just like every human being. Kan je bestuderen en ontdekken wat waar is. You can study it and read it and discover that it's true. En daarom nodig ik uit. And that's why I invite you. Om de Bijbel ook te gaan lezen. To start reading the Bible. Het is niet zomaar een boek. It isn't just a book. Maar het is Gods woord. But it's God's word. Het is de Heer die tot u spreekt door het woord. It's the Lord that will speak to you. Dat heb ik ontdekt. That is what I discovered. Niet om daarover te discussiëren. Not to discuss about it. En te vergelijken met allerlei boeken. And to compare it with all sorts of other. Maar te gaan lezen met oprechtheid. But to read it with an open heart. En de Heer Jezus zegt. And the Lord Jesus says. Wie zoekt zal vinden. He who searches will find. Klopt en het zal voor je open gedaan worden. Knock and I will open. En je mag bij de Heer aankloppen. You can go to the Lord. Zeg Heer, ik heb een grote nood. And say Lord, I have a big need. Ik heb pijn in mijn hart. I have pain in my heart. Ik heb pijn in mijn ziel. I have pain in my soul. Ik heb geen hoop meer. I do not have hope. Ik heb geen perspectief. I do not have perspective. Heer, wat kijk wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Lord, look what is happening in this world. Ik weet niet wat ik moet doen. I don't know what to do. Wat de Heer Jezus zegt. Because the Lord Jesus says. Kom tot mij. Come to me. Alle die vermoeid en belast zijn. All who are tired. En ik zal je rust geven. And I will give you peace. En laat me zeggen. Let me tell you. Dit is de waarheid. This is the truth. Want hij heeft mij de rust gegeven. Because he gave me. Hij heeft mij de vrede gegeven. He gave me peace. En weet u waarom de Heer Jezus dat kan geven aan u en mij? Do you know why Lord Jesus can give it to you? Omdat hij leeft. Because he is alive. Ik sta met een lieve broeder hier en ik ga zichzelf voorstellen.
Amen, amen. Nou, ik ben Clement en ik ben een nieuwe schepping geworden. De Heer Jezus Christus heeft mijn leven een fantastisch, levensveranderend verhaal wat ik jullie kort wil vertellen. Wat de Heer Jezus 9 december 2012, toen ik het watergraf inging en toen ik opkwam in een nieuw leven. Nou, ik ben Clement en ik woon in Zandam. Getrouwd met een lieve vrouw Lisa en twee kinderen. En daar ben ik de Heer Jezus daar heel dankbaar voor. En de Heer Jezus heeft mijn leven drastisch veranderd. En ik ben een ex-leider geweest van een criminele organisatie. Daar kom ik vandaan. Losbandig. Ik ging helemaal los. Maar ja, de Heer Jezus Christus, ja, die heeft me bevrijd. Want de Bijbel zegt, wie de Zoon heeft, is waarlijk vrij. En de Heer Jezus heeft mij vrijgemaakt. Daar heb ik een andere vraag, een leukere vraag om de kijkers, want je hebt me in de spanning gebracht. Je hebt gezegd, je was een criminele organisatie. Ja. Hoe heb je de Heer Jezus leren kennen? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Ja, het was, ik was in mijn woonkamer en een vriend van mij, een ex-vriend van mij, die al bekeerd was, maar had een terugval gehad in het rustgebruik, had een Bijbel bij zich. En toen zei die Clay, moet je eens lezen. Dus toen pakte ik de Bijbel en ik deed die Bijbel open en ik las een tekst. En toen ik die tekst las, toen raakte het mijn hart. Maar ik kon het nog niet plaatsen. En op dat moment, toen het mijn hart raakte, toen ging ik spontaan op mijn knieën. En toen strekte ik mijn handen uit naar de Heer Jezus. En toen vroeg ik aan de Heer Jezus. Heer Jezus, wilt u mij vergeven voor mijn zonde? En op dat moment, toen ik hem vroeg om vergeving, raakte hij mijn hart aan. En er kwam zo'n liefde in mijn hart. En op dat moment, ik was ook verslaafd aan drugs. En ik vroeg aan de Heer Jezus, maar als u het bent die mij zo'n liefde geeft. Heer Jezus, wil ik u één ding vragen. Wilt u mij ook bevrijden van mijn verslaving? En in een split second trok de Heer Jezus de verslaving uit mijn lichaam. En op dat moment, wauw, ik was in mijn huis, ik heb de hemel nog niet gezien. Maar op dat moment dacht ik, zo, het is hemel hier op aarde. Het is hemel op aarde. En dat was zo bevrijdend. En tot de dag van vandaag heb ik de beste drugs. En de beste drugs die ik heb, is Jezus. Je kan beter verslaafd zijn aan Jezus dan verslaafd zijn aan de dingen van de wereld. Mag ik je nog wat vragen? Je hebt gezegd, de Heer heeft je tekst gegeven. Wil je die tekst bekendmaken? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer welke tekst het is. Ik weet het echt niet meer. Maar het is Gods woord. Amen, prijs de Heer. Gods woord is waarheid. Lieve mensen, u hebt het gehoord. Als de Heer van Clemens kan doen, kan hij het ook voor u doen. Amen, zo is het. Hij kan het ook voor u doen. En dan kan je iemand, en dan kan je de mensen bemoedigen. Heb je een bemoedigd woord voor de mensen, voor de kijkers? Zeker weten. Lieve mensen, weet één ding. God is begonnen bij we mogen van alle bomen eten. Maar van die ene boom, van kennis en goed van kennis van goed en kwaad, mochten wij niet eten. Maar wat hebben wij mensen gedaan? We hebben toch de keuze gemaakt om van die boom te eten. Lieve mensen, je hebt een vrije wil om bij Jezus te komen. En je hoeft geen crimineel geweest te zijn. Je leven hoeft niet in een diepe put geweest te zijn om bij Jezus te komen. Maar weet, maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan. De Bijbel zegt, als je tot hem nadert, dan zal hij tot jou naderen. Lieve mensen, als jullie de woorden hoorden van Jezus, nu op dit moment, misschien zit je stiekem te kijken. Maar weet, nu is de tijd. Kies voor Jezus. En je hoeft maar één ding te doen. Geloof. Want iedereen die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen, zal gered worden. Amen. Mooi aan Clement. Amen. Lieve mensen, dat was Clement, lieve mensen. Helemaal uit Zandam, hè? Ja, helemaal uit Zandam. Amen. Amen. Jezus komt voedig van de Heer. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het laat is. Laten allen ooit de aarde. We zullen allen voor God staan. Hij brengt ons op onze daden. Er is maar één weg naar de hemel. En zeker niet de goede daden. Bekeer en geloof in Heere Jezus. De enige weg tot de Vader. De grote vraag die blijft altijd, waar kom ik na mijn dood? Hemel en hel is realiteit, de enige weg naar boven.
is Jezus Christus aan het kruis voor allen die hem geloven. Van de 17 miljoen mensen verlaten allen ooit de aarde. We zullen allen voor God staan en recht ons op onze daden. Er is maar één weg naar de hemel en zeker niet de goede daden.